de volgende koffiebreak. Met dit keer Marleen Verstegen. Ik sprak Marleen en ik werd geraakt doordat ze heel veel zei over structuur in haar onderwijs. En daar wil ik haar vandaag wel even over aan de tand voelen. Marleen, maar eerst wil je je misschien even kort voorstellen. Ik ben Marleen Verstegen en ik ben docent Life Sciences aan de Hogeschool in Holland. En ik hou me naast het lesgeven in vakken als genetica en metabolisme ook bezig met studeren met een beperking. En met het programma studieloopbaanbegeleiding. Aha, dus ja, daarom had ik ook jou doorgestuurd gekregen van Ewald. Want die zei, ja, Marleen is eigenlijk al jaren bezig met die binding. Dat was voor mij gelijk interessant. Toen kwam er corona en toen hadden we een stuk minder fysieke binding. Maar misschien wel veel meer online binding. Kan je daar iets over vertellen? Wat gebeurde er bij jouw onderwijs? Wat moest je aanpassen? Wat zijn ervaringen? Ja, dat wil ik zeker. Wat we vooral hebben moeten aanpassen is inderdaad om te zorgen dat de student erbij blijft. Want als je op locatie les hebt, dan zijn ze toch vaak nog wel geneigd om te komen. Dan voelen ze zich ook echt verbonden met de klas. Maar nu was dat een beetje moeilijker, omdat ze elkaar eigenlijk alleen online ontmoeten. En ik gaf aan het eind van vorig schooljaar vooral les aan derdejaars. En die kwamen eigenlijk helemaal niet meer, die kwamen sowieso niet meer op school, ook niet voor praktijk. Mm-hmm. Dus toen dacht ik van ja, hoe ga ik ze toch bij de les houden? En een van de dingen die ik heb gedaan is wat meer structuur aanbrengen in het project. En bij dat project dan moeten ze een stofwisselingsziekte uitzoeken. En die moeten ze helemaal gaan uitdiepen. Daar moeten ze een verslag over schrijven en een presentatie over geven. En normaal gesproken kwamen ze dan op locatie één keer in de week. En dan konden ze gewoon laten zien wat ze hadden gedaan. En dan konden ze ook wel feedback vragen. Maar ik heb eigenlijk de onderwerpen heb ik opgeknipt in verschillende onderdelen. Dus het onderdeel genetica, een deel wat te maken heeft met het metabolisme bij zijn stofwisselingsziekte. Ook welke klinische verschijnselen er zijn. En door het op te knippen, hoopte ik eigenlijk dat de studenten gemotiveerd waren om elke week iets te gaan doen. Dus inderdaad gewoon wat meer structuur aan te bieden. En dat leek wel heel goed te werken, want de opkomst van de lessen was erg hoog. En ik begon ook niet altijd gelijk met van, ja jongens, wat voor feedback willen jullie? En ik begon ook even te peilen voor die binding, juist omdat ze elkaar niet zagen. Van, ja, hoe gaat het ermee? Uh-huh. Hoe staat jullie bed ernaar? Wat ze zelf erg fijn vonden was dat het ook gewoon even kon gaan over het zoeken van een stage. Wat gewoon heel moeilijk was in die tijd. Uh-huh. En nog steeds. En dat ze even hun verhaal kwijt konden. En zo gaandeweg, als ze even met elkaar ook dingen konden delen. Dus ja, het werd bijna een soort platform van ontmoeting. Dan ging het ook over het project en dan werden er echt gericht vragen gesteld van ja, ik liep hier tegenaan. Bijvoorbeeld ook het zoeken van literatuur was nog best wel een dingetje. Mm-hmm. En wat er mooi was om te zien was dat die chat dan ook heel veel gebruikt werd. Dus een student die bijvoorbeeld wel iets had gevonden, die typte gewoon die website in. Ja, en moet je hier eens kijken. In deze website die laat zien hoe de eiwitten er 3D uitzien. En op die manier kregen ze dan toch interactie. En wat ik eigenlijk het mooiste vond van het opknippen van het onderwijs in verschillende onderdelen, en door toch die structuur ook wat meer aan te bieden dan normaal, was dat ik echt groei kon zien. Want elke week konden ze een deel van hun verslag al inleveren. En daar keek ik dan naar. Dan gaf ik dan feedback op. En dan konden ze dan de week daarna ook weer op terugkomen, hè, als ze iets niet begrepen of zo. Hè. Maar ik vond die groei vond ik heel erg mooi. En toen de presentaties ook geweest waren, toen was er een student die zei, wat is mijn cijfer? En toen zei ik van, nou ja, dat cijfer is wel mooi. Maar heb je nou het gevoel dat je op stage kan? Dat je iets geleerd hebt? Ja. En toen kreeg ik wel van, ja, ik heb echt iets geleerd. En dat vond ik juist mooi om te zien. Ja, dat hele proces kon ik eigenlijk veel beter monitoren. Dat ze echt groei lieten zien in hun ontwikkeling. En ook die concepten, die verschillende onderdelen uiteindelijk aan elkaar konden knopen.
Ja, en wat normaal gesproken, ja, dat klinkt mij heel logisch in de oren dat je dit opknipt, maar vroeger, voor corona, was het dan, hoe zat het dan toen in elkaar? Ja, het was eigenlijk, hadden we wel dezelfde onderdelen, maar het was niet opgedeeld. Dus het was bijna van, ja, begin maar met literatuur zoeken. En zie maar hoe je verslag eruit komt te zien in je presentatie. Ja. En ja, je zag dan wel studenten elke week, maar toch, voor mijn gevoel was het toch iets minder. Ze moeten ook iets, ja, het gevoel hebben iets te halen te hebben. Ja. En juist doordat het nu, dat er ook die feedbackrondes wat meer in zaten, kregen ze ook een soort bevestiging van ja, het gaat eigenlijk heel goed. Ja, ja, ja. Dus, en dat vond ik mooi om te zien. Dat zat er gewoon nog niet in, eigenlijk. En denk je dan dat de technologie, door noodgedwongen dat je veel meer online moest, was de technologie blijkbaar een trigger om dat te gaan doen? Ja, en ik ging ook meer nadenken over wat de technologie kon bieden om die studenten te helpen, wat ik normaal gesproken in de les zou vragen. Ja, ja. Dus normaal gesproken zou ik in de les vragen van wat heb je gedaan, hoe gaat het? En nu had ik een to-do-listje erbij gemaakt. Zo van, en dan kun je zelf, dan hoef ik het niet te doen, maar dan kun je zelf checken hoe ver je bent. Ja, ja. Okay. En omdat ik als docent ook nog kon bijhouden of studenten er gebruik van maken, zag ik ook dat het gewoon dat er echt veel gebruik van gemaakt werd ook. Oké, nice. Ja, mooi. Ja, daar had ik gewoon eerder niet over nagedacht. Omdat, ja, je hebt wel zo'n elektronisch leersysteem. En ik was wel bezig om het meer blended learning te maken. Mm-hmm. Maar nu werd je ook echt gedwongen om naar dat soort dingen te kijken. Van ja, en wat kan ik nu niet zo makkelijk vragen? En wat probeer ik dan toch online te doen? Nou hoor ik wel vaak van ja... studenten moeten ook veel zelf doen. Jij ging veel meer structureren. Vonden de studenten dat dan prettig? Of zeiden sommigen ook wel van, mag ik ook alsjeblieft nog wel eens wat zelf uitzoeken? Want ik hoef niet zo aan het handje genomen te worden, bijvoorbeeld. Daar liet ik ze dus helemaal vrij in. Ik had zeg maar een programma. En als je het wilde volgen helemaal in je eigen tempo, dan kan dat. Oké, ja. Dus dat, is geen, dat was echt geen enkel probleem. Dus het is niet zo, de feedback was ook vrijblijvend. Alleen, dus het zou zelfs kunnen dat buiten het normaal gegeven onderwijs kan je dit programma helemaal zelfstandig doorlopen. Dus ben jij zo'n student die dat fijn vindt, doe dat. Ja. Alleen ik kan niet meer ingezet worden om de lessen natuurlijk te geven. Nee. Dat wordt één keer in een jaar gedaan. Maar het is zo ingericht dat je het helemaal zelfstandig kan doorlopen. Oké, okay, nice. Maar de meeste studenten had je gewoon had je gewoon contact mee, even goed. Ja. En dat vond ik wel belangrijk, want en ik stuurde ook af en toe gewoon een mail, want ik wist natuurlijk wie het vak nog moest halen. Mm-hmm. Dus ik stuurde ook wel een mail van hoe gaat het ermee? Want eigenlijk is het vooral de vraag hoe gaat het? Hè? Nog niet eens zozeer van inhoudelijk, maar gewoon ook hoe gaat het? En dan kreeg ik soms inderdaad terug van, het gaat even wat minder. Kan ik het project op een ander moment doen? En dan zeg ik, ja, we hebben nog een inhoudmoment en dat kan. Mm-hmm. Maar dan zei ik er ook vaak bij, want dan wist ik gewoon dat het niet zo goed ging met de student. Dus neem even contact op met je studieloopbaanbegeleider ook. Ja. Maar zo had ik wel contact met ze. En ik weet dat het kost energie. Maar uiteindelijk, het aantal herkansers neemt hier wel echt drastisch mee af. Omdat je hebt ze gewoon al die tijd toch begeleid en alleen al gevraagd hoe gaat het. Ja, dus je hebt echt het gevoel dat je goed contact met ze had en misschien wel meer in de pre-corona periode. Heel opvallend. Ja, bewijzen wel. Ja, omdat je nu echt mailt ook, hè? Ja. Ik stel altijd de vraag van, heeft het je nou heel veel meer tijd gekost dan in de oude situatie? En ik weet niet of dat zo is, maar dat ga je zo zeggen. Kan je dingen dan volgend jaar gewoon eigenlijk hergebruiken, zodat het je dan misschien minder tijd kost? Die twee vragen. Ja, aan het begin heeft het natuurlijk wel even tijd gekost, hoewel ik wel veel dingen al wat digitaal had. Voor mijn andere vak genetica, daar was ik eigenlijk al heel erg bezig om dat elektronisch leersysteem ook echt daarvoor in te zetten. Dus ik had al 2 jaar geleden had ik een hele module ontwikkeld die eigenlijk ook best wel zelfstandig
te doorlopen was echt helemaal blended learning, om het zo te zeggen ook. Mm-hmm. En dus dan, dus dat was wel het voordeel dat ik dat eigenlijk al had. Wat denk ik meer tijd heeft gekost, is uiteindelijk dat er wat geschoven is in de vakken vanwege stage. Waardoor er dus eigenlijk een nakijkpiek is ontstaan. Ik denk dat dat me meer tijd heeft gekost dan het uiteindelijk het online zetten van dingen. Okay. En de meeste tijd ging hem erin zitten in het opnemen van een aantal hoorcolleges. Maar daar had ik ook wel heel veel plezier in, eerlijk gezegd. Want ja, misschien een beetje gek, maar had ik heel veel lol in. Hoe ga ik het nou toch leuk maken voor die student? Zodat ze mijn filmpje ook echt gaan kijken. Ja, ja. En ik nam wel eens dus een voorwerp mee naar school om te, ja, een beetje te triggeren. Waar gaat deze les nou over? En die liet ik dan gewoon tijdens de, ja, tijdens de, het opgenomen hoorcollege zien. En ja, zo zijn ze ook, ja, hebben ze mijn tuintje gezien, met mijn erwtenplantjes. Hè. Mendel was natuurlijk van de genetica met zijn erwtenplantjes en die had ik ook in mijn tuin. Dus ik probeerde ook wel een beetje, het een klein beetje persoonlijk te maken. Ja, ja. En dan kreeg ik later wel reacties op terug van, goh, wat, wat leuk. Dat, ja, ik heb met plezier ernaar gekeken. Okay, ja, dus mooi. Daar, ik denk dat dat de meeste tijd heeft gekost, maar het is gewoon herbruikbaar. Ja, precies, dus, kan je volgend jaar dan weer, kan je er zo weer in gooien. Ja. Oh. Ja. Ja, dat moet misschien dan niet 10 jaar, want hè, dan zie je er misschien inmiddels anders uit. Nou, mooie resultaten. Ja, mijn afsluitende vraag is natuurlijk altijd van, goh, is er ook wel eens iets verschrikkelijk misgegaan? Of ja, dat je denkt van, nou ja, dat had anders gekund, maar waar je wel om hebt kunnen lachen. Ja, nou ja, het is natuurlijk thuis onderwijs. En ook ik als docent ben dus thuis aan het werk. Dus ik zat dus inderdaad, ik had een les in mijn tuintje, want ze waren bij mij thuis aan het verbouwen, dus dat was al een beetje minder. Ja, en mijn twee dochters waren ook thuis van school, want dat was natuurlijk ook dat de lagere scholen dichtgingen. Ja, en dan gebeurt het dus wel eens dat jouw kind dus, die komt dan met een boek en die wil ook, ja, die wil uitleg, die wil aandacht. Dus dan komt ze in één keer met haar hoofd zo in het college en dan is het ook, hi, ik heb even een vraag over hoe ik deze opgave moet beantwoorden. Ja, dat gebeurt. En ja, gelukkig reageren studenten daar ook heel goed op. Ze moeten daar dan ook een beetje op lachen. En dan gaan ze meestal ook nog terugzwaaien. Oh, hallo. Ja, ja, het is gewoon thuis. Dus, ja. En het maakt je wel heel menselijk. Ze zien ook wie ik ben. Ja. Dus ja. Dat is wel... dat vond ik eigenlijk ook wel weer mooi. Ja, leuk. Want, ik ben ook een mens. En met een gezin. En, een inkijkje in jou. Nou, mooi voorbeeld. Dank je voor je enthousiaste reactie. En nu ook een presentatie. Hopelijk misschien ooit tot live ziens. Ja, tot ziens. Dag. Dag.